kijken naar deze video van Broertjes. Ik ben Haley. Ik ben Hayden. En vandaag zijn we nog steeds bij Disneyland. Volgens mij hebben jullie wel de vorige twee video's gezien. Dat zijn, daar waren we ook in Disneyland. En vandaag gaan we naar het moviepark. En we gaan eerst zwemmen. En dan gaan we naar het moviepark. Ik heb zin om te zwemmen en we hebben al onze zwemspullen ingepakt. Dus ja, laten we gaan zwemmen. Zo, we zijn nu in het zwembad. Het zijn geen bandjes, het zijn spierballen. Nou, wat is het eigenlijk? Je hebt Disneyland als het hoofdpark. Maar dit is dus het studiopark met allemaal van die 3D en filmpjes en dingen. Dus ja. Dit is Haley, winkeltjes. Winkel! Winkelen, shoppen. Hey, de hond moet in. Star Wars! Kijk eens, daar heb je Mr. Disney. Zijn beeld. Oh, kijk, dat is leuk. Die meneer. Hij heeft het park gemaakt. Oh, hè? Tot vandaag. Dat is een verschrikkelijke attractie. Kijk maar hier. Maar net nog. Hayden, wie is dat zo groot? Weet je niet hoe die heet? Nee. Dat weet je. Buzz Light, ja. Wow, kijk eens hoe groot die is. Nog. Buzz Light hier, hè. Ben je op de foto met Buzz Light hier? Ja. Kom maar, ga er maar onder. Even wachten tot die mensen in het zijn. Welcome. Sarge will be pleased to see you reporting for duty. Oh, kijk, we gaan vliegtuig heden. Nee, maar dat kan je niet in. Kan je alleen maar naar kijken. Haley, je favoriete Disney figuur, de auto. Cruella de Vil, de auto. Cool, hè? Ja, die Dalmatiërs, weet je wel. Die loopt honden stelen. Zo gaat dat treintje er. Ja, zullen we in dat treintje gaan? Super cute. They also added the story of biggest stars. The dinosaurs. Si vous êtes déjà impressionné par la grandeur de ce plateau, that's cool, hein? Imaginez un peu les loges. Mais oh, génial! When only the real things, the physical effects department goes to work to create fire, explosions, and rain. Wat zeg je? Wat was dat? Will you tell us computer guys to give it a break, please? We're talking about physical effects. Oh. Sorry. Les images de sa thèse paraissent même parfois plus vraies que nature. Oh,
gaan we een soort van backstage. Philippe Rakenfilm, Rainbow Fire. Dit ziet er ongeveer net zo uit als jouw kamer. Oh, hier een draak. Rain of Fire, super cool. Mooi huis heb je gemaakt, dat is echt eng nou. Wat ik zei, het lijkt een beetje op een hedendaags. Ja, het lijkt een beetje op een hedendaags, ja. Rain of Fire, ja. Kijk nou, kijk jongens. Ik We hope you share our admiration for the amazing cast. I showed a beetje voor de mensen. Instituut Cinema. C'est tellement de choses. Nou, dat was de backstage. Met de auto, hè, Heden? Dat is nog wat anders dan onze auto. Ja, onze auto is gewoon klein. Ja, hè? Hier kan maar één persoon. Wat nou als we deze auto meenemen naar huis? Dan gaan we in deze auto naar huis. Kunnen we die parkeren, denk je, voor de deur? Was er sneller rijden, jongens. Maar ik vind dat als je over de Franse wegen moet rijden, dan heb je wel zoiets nodig. Ja, ik denk zeker. Ja. We hebben geen veringen meer over thuis en alle veringen kruis bij die auto. Alle wegen zijn kapot, karren op de weg, klapbanden op de weg. Schoenen, benen. Verder kijken? Nou, we gaan verder kijken. Heden, wat heb jij zojuist gekregen? Iets wat je al dagenlang wil, hè? Ja. Ik help je niet meer in het bakje open te maken, dus kunnen we nog even een dag naar kijken, ja? Dat is de vergiftigde appel van Sneeuwwitje, hoor. Wil je hem open maken? Hij is wel giftig, hè? Ja. Pak hem maar. Dus de niet laten vallen, hè? Anders blijft het plakken. Oh yeah. Goed vasthouden. Ik denk dat we na Disney maar even naar de tandarts moeten. Is dit snoep? Een snoepappel. Nou, proost jongens, geniet ervan. En papa heeft koffie. Hier is een goede koffie voor de hele vakantie. Ja. Fransen zeggen dat ze kunnen koken, maar koffie zetten kunnen ze niet. Allemaal kraaien die koffie. Mama, is dit een echte blaadje? Ja, blaadje kan je niet eten, denk ik. Mag ik die eraf halen? Lekker, hè? Ik heb je koffie. Kom, we gaan het park uit. Kom je mee? Ik kan je mijn high five geven. High five dan, even. Oh, dat gaat weer. Dan gaat weer slapen. Een grote maat schoenen, hè? Nou, die hebben wel grote schoenen, ja. Oh, je bent goed. Kom even naar hem toe. Nou, gaat weer. Gaat met pauze ding. We hebben net een paar uurtjes door de Walt Disney Studios gelopen. Hoe vonden jullie dat? Niet leuk. Beetje mooi, hè? Was iets minder dan Disneyland, maar we zijn wel in een super vette... Ja, ze hebben heel veel dingen waar je een beetje moet. Ja, ze hebben veel attracties waar de kinderen niet echt in kunnen en daarnaast zijn er allemaal shows. Maar ze hadden ook een trein! En toen kwam er water over ons heen en toen vuur en dan werd geblust. Maar er zijn ook wiebelen. Nou, we vonden het hier echt niet zo echt. Ja, dan gaan we nu gewoon naar het normale park toe. Ja, Disneyland ligt hiernaast, dus we gaan nu gewoon lekker naar Disneyland. Ja, Disneyland! Hé, hey, dan met Ducky! En dan met Ducky met zo'n nagelmachine. Ik vind dan dat dit een schoolvriend. Waar is Donald Duck dan? Waar is Donald Duck? Donald Duck? Ik weet niet waar die is, hoor. Die heeft misschien pauze. Ja, die heeft misschien pauze. Zijn jullie klaar voor een mini brief? Ja. Het is geen Donald Duck, hè, Heden? Het is Jovi. Zeg maar wie dat is. Hij heet Kofi. Hij heet Kofi. Hij heet Kofi. Hij heet Kofi.
Maar niet.